Ja, vijf dagen voordat de Fransen naar de stembus gaan, komt het Rassemblement National. De partij van Marine Le Pen, eindelijk met een programma. Met ja, welke opvallende punten? Hoor je van Frankrijk correspondent Eva Ramelow en Europa-correspondent Steven de Vries vanuit ons eigen café de Paris? Gisteren presenteerde het Rassemblement National dan eindelijk het programma waarmee ze het land hopen te gaan regeren. Wat zijn de opmerkelijkste punten uit die voorstellen? Dat bespreek ik met BNR's Frankrijk correspondent Eva Ramelow. En Eva zit nu in Bretagne op verkiezingsreportage. Okay. Bonjour Eva. Goedemorgen. Pas op. Goedemorgen, ja. Dat programma van Rassemblement National, dat heeft niet heel verrassend een behoorlijk conservatieve en extreemrechtse signatuur. Er staan heel wat dingen in, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, burgerschap, defensie en migratie. Um, toch knap dat ze dat in een paar dagen hebben kunnen schrijven. Uh, wat vul jou op Eva, in die mix van uh, allerlei maatregelen? Ja, ja er stond Heel veel in. Het was echt een beetje een, een tombola aan, aan um, maatregelen. Bij heel veel dingen borduren die voort eigenlijk op, op wat uh, Macron en Natal al aan het doen zijn. Hè. Heel streng zijn bijvoorbeeld. Um, minder uh, geld en moeite steken in, um, in opbouwende maatregelen, maar vooral strenger straffen. Harder zijn. Um, een voorbeeld wat, wat veel opkomt is de scholen, het vouvoyeren op scholen, uniformen dragen op middelbare scholen, dat soort zaken. Daar was Macron natuurlijk al mee bezig. Nou, daar gaat, uh, dat past helemaal in Bardella straatje. Ja, en wat betreft migratie ook nog een opvallend voorstel is om uh, een referendum te gaan organiseren om ervoor te zorgen dat de Franse grondwet voortaan boven de Europese jurisprudentie gaat en de internationale verdragen. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar volgens Bardella... Uh, kunnen de Fransen er beste over beslissen... in een referendum. Dus dat is... opmerkelijk. Uh, overigens kan... Bardella zelf helemaal geen referendum organiseren. Daar moet hij de president om... verzoeken. Nee. Nou, het is maar de vraag... of president Macron daarmee... akkoord zou gaan om iets dat tegen... Europese regels ingaat te organiseren. Maar... ja, het kan allemaal. Het is een verkiezingsprogramma. Dus je kan van alles en nog wat beloven. Nou, dit programma van Rassemblement Nationaal... en het programma van de... Ex het extreem linkse blok... Uh, of het linkse blok, uh, Nouveau Front Populaire... Uh, dat zal leiden tot een burgeroorlog... dat zei uh, Emmanuel Macron maandag in een interview... met een uh, Franse uh, jongerenwebsite. Uh, jij bent nu in Bretagne, helemaal in het westen van Frankrijk. Daar was uh, het Rassemblement National traditioneel gezien heel zwak. Daar stemde eigenlijk niemand meer op. Dat is nu veranderd. Uh, hoe is het daar in Bretagne? Ja, heel mooi, heel groen, heel zonnig... Um... En maar inderdaad, ik ben in zo'n plaatsje waar uh, men voorheen altijd uh, netjes in het midden stemde. Zelfs een beetje aan de linkerkant van het midden. Um, en waar men nu opeens, um, net als de rest van Frankrijk, eigenlijk um, een derde van de mensen uh, op het Rassemblement National heeft gestemd uh, voor de Europese verkiezingen. Um, en uh, ja, dat, dat is een beetje een, een, een vaag gegeven, kan ik wel zeggen. Want als ik hier zo mensen om me heen vraag, wat is hier gebeurd? Wat zijn dan die onderwerpen die jullie tot die beslissing doen komen? Dan zegt eigenlijk iedereen, ja, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik was het niet. Ik heb niet op ze gestemd. Dus ja, het is misschien de schaamte ook nog niet helemaal voorbij hier. Maar de verschuiving is duidelijk. Maar ik ben er dus nog niet achter wat Um, wat die verschuiving teweeg heeft gebracht. Waarom men hier opeens Rassemblement National is gaan stemmen um, en, en van Macron af is. In ieder geval weten de kiezers nu wat het Rassemblement National van plan is met Frankrijk. En vanavond debatteren de belangrijkste kandidaten voor het eerst met elkaar op de nationale televisiezender TF1.